heb mijn pols gebroken. Dus ik wil even rustig aandoen. Wat denk je? Nieuwe knokker in Brawl Stars. En zijn naam is Barry. Haha. Weet je wat? Wij noemen hem Barry. Barry. En deze gekke eenhoornman kost 17 euro. Wat is dit, man? 17 euro. Oké, je krijgt er wel heel wat cadeautjes bij die ik zeker wil. Deze polsie, die moet later maar even rusten. Maar die Barry van 17 euro moet ik natuurlijk wel verdienen. Dus ik moet een potje winnen met Frank. Maar Frank is inmiddels al best heel hoog lef. Oh, nee. Ga weg, ga weg. Deze is bijna rank 25, omdat Frank echt ongelooflijk goed is ineens. Geen idee wat ze allemaal met deze knokker hebben gedaan, maar kijk dan, wat een legend. Wat een legend. Oh nee. Weg hier. Dit is niet goed. Weg, stop nou. Bro, wat, waarom? Waarom moet je mij hebben? Oh. Ja, ik ben dood. Bro. Deze pols laat me soms in de steek. Kom op, doe het voor Barry. Doe het voor Barry Badpak. Dit gaat hem worden, dames en heren. Ik voel hem. Dit is hem gewoon. Kijk, ik heb dus een hele goede strat. Ik zet deze gadget aan. En deze man naast me zit enorm hard te campen. Oh, wacht. Hij heeft een super. Oh, nee. Dat is niet goed. Kijk. Daar gaan we dan. Boom. Ja. Oh. Nee. Oh, mijn gadget faalde. Die gadget hoort iemand naar je toe te trekken. Maar er zat een muur tussen. Grote muur. Oh, hier gaat iemand dood. Oh, dit is allemaal van mij. Hoe ging hij dood? Oké, we kunnen chillen. Oh, nee. Oh, wat doe ik? Stop. Hallo. Waarom speel ik al zo'n pussy? Nee, hij springt het. Kill hem. Oh, hij is low. Hij is super low. Laatste. Komt ie. Boom, man. Boom, baby. Kill hem. Ik heb hem. En dat betekent mijn één ding. Bah, ik moet echt even rustig houden. Ja, ik kan mijn duim dus best wel nog oké bewegen. Dus ik kan het spel spelen. Dus ik heb echt geluk gehad. Dames en heren, daar gaan we dan. Ik vind het eigenlijk helemaal nergens op. Slaan 18 euro voor zo'n knokken. Slaat nergens op. Maar, daar is hij dan. Oh. Oh, Is hij episch? Heb ik 18 euro betaald voor een epische? Bro. Wauw. Zo, ik ben echt even verbaasd. Ik dacht echt dat hij legendary was. Oké. Wacht, wat zit hier nog meer in? Munten, wat domme reacties, edelsteen. Oké, dat is wel chill. Nog wel meer munten. Dit is oprecht geen goede deal. Dit valt oprecht best wel tegen. Maar nu, ik probeer hem max level te krijgen. Ik weet alleen niet of het lukt. Ik ga zoveel mogelijk geld claimen in mijn pass wat ik nog heb. Ik heb namelijk echt nog heel veel. Dus als het goed is, moet het net niet lukken. Wacht, ik moet trouwens... Oh, ik moet ook al die krachtpunten pakken natuurlijk. Ja, die heb ik ook allemaal nodig. Oeh, kijk eens even, dit tikt aan hoor. Kijk eens even, al die munten. Hoeveel heb ik er nodig? Iets van 10.000 of zo, toch? Kijk, nog 2.000 erbij. Dit moet genoeg zijn. Ja, ik heb namelijk een hele leuke challenge voor Barry. Om te kijken hoe goed hij nou echt is. Nou, Barry, huppakee. Gelijk naar kracht 11 als het lukt. Ja, hoe duur is dat? Oké, het begint nu een beetje duur te worden. Ja, oh, dit lukt prima, joh. Moet je kijken. Oké, het lukt niet. Oh. Meer krachtpunten. Oh, hier heb ik nog krachtpunten. Kijk eens aan. Boom. Ja, dames en heren, jullie zien het goed. Ik nader al bijna die 30.000 trofeeën. Het gaat goed. Maar ja, dan mag ik wel met 74 knokkers. Ik kom dus 30 krachtpunten tekort. Nou, 6 gems te leveren. Ja hoor, kom maar op. Let's go, max level. En hij heeft nogal wat vette gadgets en sterrenkrachten die we zo meteen gaan kopen. De challenge is als volgt. Ik ga zo meteen elke game mode met Barry testen. Als ik niet in één keer een game win, dan moet ik iets uit de shop kopen. En dat wil ik niet, want het is onnodig duur. Maar hij is natuurlijk nog maar rank 1, dus we gaan hem eerst even naar rank 10 pushen. Anders is het wel heel makkelijk natuurlijk. Oké, en ik ben... Oh. Ik kom 1 tekort. Dit is... A few moments later. Goed, nu dan. Boom, rank 10. Oké, laat de challenge beginnen. We beginnen bij klopjacht 5 tegen 5. Ik moet deze in één keer winnen, anders moet ik iets uit de shop kopen. En het leuke is, als ik deze nu win, dan mag ik mijn knokker upgraden. Dus dan kan ik een gadget kopen of een store power. Noem het maar op. Dat wil je in ieder geval. En dit gaat lekker, we gaan het winnen. Easy. Ga er gewoon op af. Let's go. Oh, dit is heel dom. Dit was heel dom. Barry is bijzonder raar, want hij gooit dingen. Je kan healen. Kijk, ik word nu geraakt en ik kan even hier een balletje onder mezelf gooien en ik heal gelijk weer. Wat super chill is, want daarmee laat je ook gewoon je super op. Oeh, ga ik weer bijna. Oké, ga even mezelf healen. Let's go. En dan gaan we... Oh, daar ga ik weer. Die super ga ik even timen. Kijk, ik kan ook ontsnappen natuurlijk met die super. Ga over mezelf healen. Oh, pas op, ik had de boel. Kijk, ik kan weer ontsnappen van die boel. Geen kill, let's go. Oh, we hebben hem.
Easy. En dat betekent dat ik niks uit de shop hoef te kopen. En dat ik wel mijn body mag upgraden. Dat gaan we gelijk even doen. Want ik kan wel een gadget gebruiken. En volgens mij is deze eerste zo ongelooflijk OP. Barry sweept met zijn staart waardoor hij zijn vijanden terugduwt. En daarbij zijn teamgenoten 1000 healed. Ja, die tweede is niet heel boeiend. We gaan voor de eerste. Let's go. Ik heb het al gecheckt. En deze gadget is kapot lijp bij Knokbal. Goed, ik moet hem nog aardig upgraden. Hij kan nog een uitrusting gebruiken. Nog een sterrenkracht. En natuurlijk nog een uitrusting. Maar we gaan eerst naar de volgende game mode. En dat is Showdown. Nou, let's go. Oké, iedereen is een hoger rank. Ja. Wat me dus wel opvalt is dat Barry kapot weinig HP heeft. Ik bedoel, ik heb hem nu max level. En hij heeft maar 5400. Dat is helemaal niks. Hij is super snel dood. Dus je moet rustig spelen. Deze gadget kan ik trouwens totaal niet gebruiken in Showdown. Oeh, snel even healen. Kom op. Alhoewel, misschien kan ik even zo doen. En dan... Oeh. Nice. Ik moet iets uit de shop kopen. Lekker man. Oké, daar gaan we dan. Wat ga ik kopen? Ik ga geen hyperkrachten meer kopen. Daar heb ik echt helemaal niet genoeg krachtpunten en geld voor. Weet je wat? Ik zie hier best wel een leuke aanbieding. Ja, dat zo. Oké, die gaan we kopen. Kaboom baby. Nieuwe munten en weer wat krachtpuntjes erbij. Ja hoor. En we gaan door naar de volgende game mode. Duo Showdown. Ik heb nu een maatje. Yo, what's up? En dit is super chill, want Barry, die is heel goed in... Oh, nu moet ik oppassen. Mijn teammaat is al dood. Oh nee, ik kon hem niet redden. En nu hebben we geen krachtpunten. Nu moet ik helemaal oppassen. Oké, mijn teammaatje is niet heel goed. Hij is best wel noob. Ik moet het alleen doen. Bro, ik kan jou healen. Als je nou even rustig speelt, dan heal ik jou. Even opletten nou, hè. Kijk. Oh. Pas op. Ja. Laat hem maar komen. Laat hem komen. Hier, ik heal ons. Niet wegspringen, ik heal je. Hier, ik kan dat. Kijk, mijn teamman moet gewoon even doorhebben dat we samen spelen. Nee, je speelt niet alleen. Niet weer doodgaan. Kom op, focus. We moeten winnen. Anders moet ik iets kopen uit de shop, man. Ik heb al zo weinig gems. Mijn gems zijn bijna op. Echt, mijn teamman wil volgens mij dat ik... Oh, daar gaan we op af. Oh, wat doe ik? Nee, ik kan die super niet deze... Teammaat. Waar is mijn teammaat? Mijn teammaat was ook alweer dood. Oh, en dat betekent een aanbieding vanuit de shop. Nou, ik zie hier 3000 munten met een 5 keer voordeel. Ja, weet je wat? Die doen we wel. Munten kan ik altijd goed gebruiken. Nou, dit gaat fantastisch. We gaan door naar Knokbal. Oké, tijd om te voetballen. En ik moet mijn gadget niet vergeten. Ik heb natuurlijk elk oefenpotje net zonder gadget gespeeld. Ik moet hem nu inzetten. Kijk wat ik doe. Ik doe zo'n swing en dan doe ik bam. Tik ik hem. Boeit volgens mij niet heel veel wat ik daar net deed. Oh, ik ga weer dood. Ja, Barry is denk ik heel goed, maar hij heeft zo weinig HP. Hij is zo snel dood. Het is echt niet normaal. Jongens, heal. Even healen met z'n allen. Kom op. Even regroup. Even healen. En dan gaan we dan. Boom! Gadget is zetten. Die gadget doet volgens mij echt bijzonder weinig. Oké, dan gaan we dan. Ik ga er langs snipen in één keer. Boom! Hier. Barry to the rescue. Kijk hem gaan dan. Wat een legend. Wat een legend. Ik ben gelijk dood. Oh. Wat doet mijn teammaat? Mijn teammaat staat af. Wat doe je nou? Oké, nu geef ik hem even die bal, alsjeblieft. Pak jij de bal maar. Ga ik even healen. Ja. Oh. Hij heeft zo weinig. Hoe is hij zo snel dood? Maak het af, teammaatje. Goed zo. Lekker, hé. Oké. Ik ben wel de sterspeler. Zie je maar weer. Barry, hè. Natuurlijk. En dit betekent maar één ding. Ik hoef eventjes niks te kopen in de shop. We gaan gelijk door naar zijn sterrenkracht, natuurlijk. Barry is de laatste aan hem toe met 50% als hij gesmolten. Oh, als ik in mijn eigen ijs sta, dan reload hij dus sneller. Dat is wel heel erg chill. Ja, oké. We doen sowieso de eerste. Let's go. 2000 munten. Daar gaan we dan. Gelukkig had ik 7000 munten, want die moest ik kopen. We gaan door met edelstenengraai. Oh nee, dit is met zo'n treintje. Ik haat die treintjes altijd. Ik ben altijd zo druk bezig met vechten dat ik... Hij is echt zo snel dood. Dit is niet normaal. Kom op, focus, Barry. Jij kan dit. Ik heb nu zelfs star power bij, dus ik moet de hele tijd in zo'n cirkeltje staan. Kijk, en nu reload ik sneller en nu heal ik. Ja, dit moet ik echt leren, man. Kom op nou, even focus. Oké, dus... Oh, bro. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Oké, zij staan voor. Let's go. In mijn eigen cirkeltje weer. Kom op. Ja, we killen hem. En jou kill ik even. Yo, kijk eens even, dames en heren. Dit gaat heel goed. Dit gaat fantastisch. Boom, ik kill jou ook gewoon oprotten. Ga over healen. Kijk, reload nu natuurlijk ook vet snel. Ja, dit is top, man. Dit is top. Ah, dat treintje. Hier, ik zei het toch. Ik let niet op met dat treintje de hele tijd. Oké, we hebben al genoeg. Oh, oké. Dit is dus echt iets waar je op moet letten met Barry. Maak eerst eigen cirkeltje. Ga dan pas schieten. Helemaal als je die star power hebt natuurlijk. Oké, we killen hem even. Ja, hup, even dood. Treintje. Pas op. Dit wordt een easy win. Ja hoor, Draco, flikker me lekker op. Oké, we hebben weer gewonnen, dames en heren. En dat betekent maar één ding. Ik kan hem natuurlijk een upgrade geven. Nou, weet je wat? Hij heeft zo weinig HP. Die shield heb ik nodig. Die heb ik echt nodig. Oké, toppie. Nou, duel slaan we even over. Want dan moet ik ook met de andere knokken spelen. Dat telt vandaag niet. Dames en heren, nu wordt het leuk. We spelen overval. En ik heb dus gezien dat Barry in deze game mode bijzonder goed kan zijn. Wat je namelijk doet, je gooit hier zo'n ding neer. En dan ga je de hele tijd gooien. De hele tijd gooien, want hij reload natuurlijk vet snel. Je hebt natuurlijk wel die star power nodig. Au. Snel weer naar voren. Hup. Ik wil... Oké, dit kan ik natuurlijk ook even proberen zo. Ik weet niet of dit slim is. Oké, ik moet wel even in zo'n ding blijven staan. Dit is dom. Hier, gaan we naartoe.
Gaan we naartoe. Hier, blijf healen, blijf healen. Kijk, hou even een beetje afstand. Hier. We hebben hem al. Oké. En dat betekent dat ik de laatste upgrade al kan doen. Welke zal ik eventjes doen? Nou, die extra gadget boeit me niet heel veel. Ja, ik denk toch wat sneller healen. Laten we die gewoon kopen, ja hoor. En dan gaan we door naar knockout. En wat voor map is dit? Nou, volgens mij is Barry niet heel goed op deze map. Heb ik het idee. Kijk, daar ga ik al, daar ga ik al. Snel healen, snel healen. Oh. Kijk, het chill is, ik blaad nu wel mooi mijn super op. Dus dat is echt heel erg chill. Er zijn al 2 dood van hun. Hoe easy, wat? Mijn teammate carried ons volledig. Oké, pushen, pushen, pushen. Au, 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 au. Au, 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 au. Nee, nee, nee. Oké, ik heb niks gedaan. Dankjewel voor de carry. Weet je wat, ik ga even rechts om. Ik ga even via rechts. Oh, daar nee. Daar gaat mijn teammate. Nee, 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 nee. Zo gaan we niet doen. Zo gaan we niet doen. Zo gaan we niet... Ben ik zo snel dood, bro. Ik kon mijn super niet eens inzetten. Oh, nee. De alles bepalende ronde. Kom op, Barry. Ik heb nog niks laten zien in deze game mode. Het moet nou gebeuren. Nu moet het gebeuren. Oké, ik bouw even weer zo'n mooi ding waar ik in kan staan. Ja, dit is dom. Snel healen, snel healen. Ik moet mijn teammates trouwens ook wat vaker healen. Ik vergeet het altijd. Ik ben veel te egoïstisch. Kijk, hier. Teammate, kom hier. Ik heal je. Ik heal je. Kom maar. Goed zo. Is goed. Dit is goed. Au, 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 au. Hier, iedereen healt. Dit is top. Dit is nice. Au, au. Kom, snel healen, snel healen. Kijk, hij reloadt nu ook zo snel. Au, 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 au. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Snel healen, snel healen. Oh, yo. Waarom ga ik de hele tijd zo snel dood? Het healen zo... Oh, we gaan het winnen. We gaan hem pakken. Bam, let's go. De final hit. En dat met de gebroken pols hier, dames en heren. Kijk die genezing dan. 36.000 genezing. Lekker man. Ja, ik kan natuurlijk niks meer upgraden, want hij is echt maximaal geleveld. Maar hoe is Barry in ranked? Waar staat hij? Ik zie hem gewoon niet. Wacht, kan je hem nog niet gebruiken? Je kan hem niet gebruiken. Hè? Waarom staat hij? Je kan hem oprecht nog niet gebruiken. Wat is dit? Ik ben uitgesloten voor 3 uur. Ik heb een rode kaart gekregen. Bro, ik wil alleen met Barry spelen. Waarom kan ik niet met Barry spelen? En nu heb ik een rode kaart blijkbaar. Wat, is dit een ding? Haha, oké. Nou, top. Leuk. Conclusie. Barry is best wel goed voor als je dit doet en dan die gadget zet. Kijk, dan is hij oprecht wel heel goed. Maar hij gaat zo snel dood. Het staat echt helemaal nergens op. Hij gaat echt zo ongelooflijk snel dood. Dat is voor mij even wennen, want ik ben heel agressief en ik duik overal op in. Dus dat, voor mij is hij niet heel chill, merk ik. Maar ik moet nog even oefenen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Abonneer even op mijn kanaal. En klik even op het duimpje omhoog. Zou ik heel erg leuk vinden. Kijk even deze video naast je. Yo, doe even. Ja, en dan zie ik je daar. Oké, later.